van RKC Waalwijk werd gewonnen. We staan vandaag onder leiding van Ruud Bossen. Hij floot ook de vorige Amsterdam-wedstrijd van NEC. De Nijmegenaren vroegen toen in Friesland Sportclub Heerenveen met 1-0 door de treffer van Hessen. Vol is het, sfeervol is het. Op het kasteel heeft men er zin in. Want ja, een overwinning en dan sta je zomaar in de halve finale van de Amsterdam. Ook veel mensen mee uit Nijmegen, vandaar dat de wedstrijd wat later begint dan gepland. Dennis da Silva en De Nooyer hebben afgetrapt. Eerst de balverlies is van Boutiba. Een misstandje met Broers. Schuurman namens NEC. Hersi met het eerste schot. Hersi met de eerste kans. En dat na 12 seconden. Nadat Sparta heeft afgetrapt. De eerste kans dus voor NEC. Heel vroeg in de wedstrijd. Ilaert. Heijer, de rechtsachter. Schuurman. Hebbingen. Schieber. Opening van Wielaert mislukt omdat hij wegleidt. Dixian terug op Hersi. De bal afgesnoerd door Levchenko. Komen halen. Krijgt de bal terug van Beghan. Terug naar Kieran Beghan. Eerste kans voor Sparta. Na 1 minuut en 10 seconden. Dat is een lekker begin van deze Amsterdam-ontmoeting. Beghan die hem neerlegt voor De Nooyer. Die vervolgens Beghan weer aanspeelt. En de redding is ook van Dennis Gentenaar. Hebbingen. Silva. Dit is Hersi. Overtreding gefloten door scheidsrechter Ruud Bossen. Heb ik er natuurlijk mee voorin. Het lange man. En daar is de bal op de lat, maar het is ook gevlacht overigens. Van de doelen kreeg die mogelijkheid. Erop gegeven door Schuurman. Dan is er gevlacht waarschijnlijk voor buitenspel van de Moes op het moment dat Van der Doelen de bal raakte. Beghan. Buitenspel, maar daar gaat de Moes van tussen omdat hij niet degene was die buitenspel liep. Ja, aan de andere kant wel. Daar optrok Nietzschelan zich aan het spel. Hij liep wel buitenspel. Deze de Moes niet. Maar toch was er van enige verwarring sprake. De Moes geen buitenspel. Dat leidt geen twijfel. Maar ja, Nietzschelan was toch wel hinderlijk aanwezig. Wielaert, waar Nietzschelan weer de bewegingen maakt en vrij komt van zijn man. Niet echt een statische spits. Blijft maar gaan. Hersi. Schuurman. Wielaert. Nietzschelan. Verdedigd door Nascimento. Een vrije trap. Voor NEC. Hersi. In de korte hoek. Met de scoreman. Omtrekkende bewegingen van Björn van der Doelen bij de corner van Rashid Schuurman. En in één keer, Schuurman. Voorschot. Uit de lucht. En veel risico genomen. Hoe valt deze bal? Misschien wel goed voor De Nooyer. Nee, het is Wielaert die oplet. Maar vervolgens ook uitgeleid. Dus toch De Nooyer. Levchenko in het midden. Boutiba is mee voorin. Maar zo kom je er niet. De foul. Maar vrijheid. Levchenko achterin. Boutiba. Nog een keer Levchenko van dichtbij. Nog een keer Boutiba. En dat gaat dan over. Maar Levchenko en Boutiba kregen de kansen. Brood
de voorzet die De Nooijer kon geven, omdat hij erg veel vrijheid had. Albert Belkhuis probeert instant Levchenko het. Daarna nog een keer op zijn hoofd. En voor ons houdt het op bij Bouchiba. Maar met name Levchenko kreeg de grootste mogelijkheid. Overtreding bij Tromp. Voor Sparta. Lichaam ging neer. Vrije trap komt van de linkervoet van Menno Willems. En wordt die keer gekopt, maar de mogelijkheid blijft nog steeds. Nascimento gooit die bal nog een keer voor, die blijft daar hangen. Echt fijn, komt NEC er niet uit. Levchenko gaat nog eens een keer het luchtduel aan, het is niet Zeeland die hem dan uiteindelijk wegkrijgt. De vrouw brengt hem terug. Geen buitenspel voor Schinkel. Wat doet hij dan? Die kan gewoon rechtdoor. Leva Cabessi, Schiemer. En dan moet Mendes da Silva weer verdedigen. Hersi glipt langs Willems. Nu de 16 meter in. Niet Zilam. Niet lekker aanspeeld. En alsnog dit schot. Maar Koorman om het redden. Het schot van Leva Cabessi. Maar er was al gevlacht en foto. Vanuit het spel. Schot vervolgens. En dan was het Hersi die buiten spel stond. De Moes. Die tikt daar Nascimento neer trouwens. En daar vervolgens ook weer een botsing. Maar Nascimento heeft het meeste last. Na een duel met Frank de Moes. Disney David Nascimento even naar de kant. Bij de vrije trap voor NEC. Door Schuurman genomen. Nascimento zelfs even in de kleedkamer moet. Sparta dus met een man minder op het veld. Heijen. De 11 van NEC tegen de 10 van Sparta. De overtreding is er van Levchenko. En Nascimento terug. Even de kleedkamer opgezocht omdat hij contactlens kwijt was. Daar wellicht teruggevonden. En nog een corner op de voorrep bovendien. Laatste mogelijkheid voor rust voor NEC om nog wat aan de tussenstand van 0-0 te doen. Dat vlak voor de eigen aanhang die Rietzilan heeft omarmd als grote nieuwe held. Ook de meest actieve speler van de eerste 45 minuten die er nu op zitten. Waarbij we dus een ruststand kennen tussen Sparta en NEC van 0-0. Geen doelpunten, wel een spannende eerste helft. Sparta houdt een voorlopig stand. En meer dan dat straks na de reclame de tweede helft. Tot zometeen. NEC de eerste kwartfinale van de strijd om de Amstel Cup. Wie bereikt als eerste de halve finales? Hier is de ontknoping met Leo Oldenburger. Twee wissels bij het begin van de tweede helft aan Sparta-kant. Mustafa, hij in de ploeg in plaats van Bouchiba. En Edwin van Buren vervangt Frank Roes. Bij NEC geen wissels. Levchenko. In schuiven van Buren. Rechts is er veel ruimte bij de foul. De foul. Daar komt Mustafa, maar niet op de bal. Dan is het Levchenko. En dan is het een vlammend schot van Buren. Kans voor Sparta in de 8e minuut naar rust. Ook aanwezig Gerard De Nooijer. Nog wel Feyenoorder, maar als we broer Dennis mogen geloven, volgend jaar ook Spartaan. Willems met de vrije trap. Levchenko er naartoe en erachter is ook Schinkel. Dit is Begham. Mustafa komt er ook bij. Begham met het schot wat naast. Bommen!
Nitsilan. Niet omdat hij daar vrij staat, maar omdat hij vrij loopt. Schuurman. Schuurman met Mustafa in de achtervolging. Dat is een voorzet, niet goed. Door Levchenko. Schenkel komt weg in het duel dat hij wint van de Moesje. Weghang krijgt toch een zetje. Schiemer, Leiva Kabessi. Steekballetje komt niet door dankzij Schenkel. Nog een keer Leiva Kabessi. Dat was geen slecht bot. Wat heet? Die zeilde niet echt ver over. Willems. De Nooyer. Hessie. En zo wordt niet gefloten voor een overtreding, maar voor het einde van 90 minuten Amsterdam. En dat betekent dat omdat het stand 0-0 is, we dus gaan verlengen. Fabi in de vrijtas. De Nooyer ferm mee terug. Dat betekent dat hij heel wat meters moet afleggen om voor het doel van de tegenstander te komen. Mustafa. Levchenko. Het is nog steeds mogelijk. Levchenko. Dat scheelt niet veel. De grootste kans in de eerste helft van de verlenging. Niet volgens de golden goal principe, maar volgens de zilver goal principe. Dus was deze neergegaan, hadden we in ieder geval de verlenging afgemaakt. Hersi. Max. Schuurman, Hersi. En met veel moed Nascimento. Mustafa niet langs Heijer. Sterker nog, andersom heeft Mustafa een overtreding nodig om Heijer af te stoppen. Er ziet Schuurman met de vrijtrap. Bal blijft er liggen. Van Buren, bal blijft er liggen. Dit is Fabien de Vrijtas, Koorman. Fabien de Vrijtas, nee! Wat een kans voor NEC om 1-0 voor te komen. Daar blijft die bal liggen. Bij Van Buren, Fabien de Vrijtas, eerst Kooijman en daarna is het gerommel waar de Vrijtas geen gebruik van kon maken. Weghand. Ook De Nooyer mee. De Nooyer aangespeeld. De bal blijft liggen over Mustafa. En dan een gigantische kans voor Sparta. En dan is het Gentenaar die daartussen kan komen. Dilaert, we zitten in de laatste minuut van de eerste helft van de verlenging. De bal gaat richting Patrick Aks. Davy de Vouw loopt mee. Aks. Daar is Jarda Schiemer. Schiemer. De mogelijkheid tot een laatste schot van de eerste helft van de verlenging. Het is een Siet Schuurman die schiet. Het is Frank Kooijman die redt. Want dat zou toch wel het einde zijn geweest van de wedstrijd. Aanwezig om de wedstrijd te volgen. De nieuwe NEC-aanwinst uit Paraguay, Edgar Barreto. Die weet ook wat het is, Amstel Cup. De Nooyer. Van den Berg, Mendes da Silva. De Nooyer. Mustafa is ook mee. Dennis De Nooyer scherp voor Mustafa. Ja, wel spectaculair. Maar het net aan de verkeerde kant geraakt. Dennis De Nooyer die kijkt waar Mustafa is, daar is die de kans in de tweede helft van de verlenging. Van den Berg, Mendes da Silva, De Nooyer, goed, Mendes da Silva, maar dan nog controle krijgen. Ebbingen zorgt voor wat spanning, en hij geeft de corner weg. Ze houden het niet meer van de spanning. Max Nooy, Nico Jaling, van Schoenendijk. De corner van Sparta door Menno Willems. 24e minuut van
de verlenging. Schenkel. Hoe valt deze bal nog een keer voor Schenkel? En daar Nascimento. Wat een redding van Dennis Gentenaar. Schenkel terug naar Kooijman. Als die geen gekke dingen doet, gaan we strafschoppen nemen. Kijk, Patrick! En we gaan strafschoppen nemen. Want de verlenging zit er ook op. 0-0. Ja, er moet toch eentje met handen de lucht in van het veld zo dadelijk. Of Sparta, of NEC. Dit is Jarda Schiemer. Hij mag het bal beginnen. Hij de eerste die mag aanleggen vanaf 11 meter. Namens NEC tegen Frank Kooijman. Schiemer 1-0 voor de Nijmegenaar. Levchenko voor het antwoord van Sparta. Tegen Dennis Gentenaar. Die vandaag ook weer liet zien een hele goede keeper te zijn. Maar deze... Daar is hij kans wel op, omdat hij de verkeerde kant op gaat. 1-1. Levchenko. Rashid Schuurman. NEC tegen Kooijman. Schuurman. En Kooijman heeft hem. En niet een klein beetje ook. Namelijk gewoon klem. Davy de Vouw namens Sparta. De Vouw voor de voorsprong. Nee, want via Gentenaar en de paal gaat hij eruit. En blijft het dus 1-1. Nogmaals, Gentenaar in de goede hoek. Toucheert hem, duwt hem tegen de paal en dan buiten. Blijft 1-1. De Vrijtas is de volgende van NEC. En weer Kooijman. Drie strafschoppen op rij gemist. Twee keer pakt Kooijman een strafschop. Eerst van Rashid Schuurman, klem. En ook deze van Fabio de Vrijtas liet hij eigenlijk niet meer los. Sparta de voorsprong. Ricky van den Berg. Van den Berg, Sparta neemt de voorsprong. Beide ploegen hebben er nu drie genomen. Voor NEC's vierde, waar Kooijman vindt dat die bal niet goed ligt. Pascal Heijen. 2-2. De vierde van NEC ging erin. De vierde voor Sparta. Met Dennis Schenkel die het gaat doen. Schenkel, de centrale verdediger bij Sparta. En hij scoort. 3-2 voor Sparta. Dat betekent heel simpel, als de volgende NEC'er mist, dan is Sparta door naar de halve finale. De volgende NEC'er is aanvoerder Rob Wielaert. Ja, je bent aanvoerder of niet? De laatste kans voor NEC. Stopte de strafschoppen van Schuurman en de Vrijtas. Wielaert. Wielaert. Kooijman stopt ook die strafschop. Drie panels gepakt door Frank Kooijman. En dat betekent dat Sparta, ploeg uit de Gouden Gidsdivisie, zich heeft geplaatst voor de halve finale van de Amstel Cup van het jaar 2004.
SV Roosendaal, ook al van een divisie hoger uitschakelde, wint Sparta nu van NEC. Na strafschoppen. Grote man, keeper Frank Kooijman, die